Victor Fischer, Ajax wint met 6-0. Gefeliciteerd, een hele mooie uitslag. Zeker weten. Ik vind dat we vanavond fantastisch hebben gedaan. We wisten natuurlijk dat het nu beter moest. Na 3 mindere wedstrijden. En dat hebben we gewoon fantastisch opgelost, vond ik. Heel veel druk op de bal gelegd. Heel veel druk op de tegenstander. En aan de bal zijn we heel scherp geweest. Het lukte niet in de eerste helft. Het doelpunt niet scherp genoeg. Maar in de tweede moet je zeggen... kan je alleen maar zeggen dat het scherp genoeg was met 6 doelpunten. Dus ik vind het een geweldige avond geweest. En nu op naar AC Milan. Precies. In de tweede helft 4 goals in 5 minuten. Heb je dat zelf ooit eerder meegemaakt? Dat heb ik misschien wel in de jeugd een keer. Maar in de volwassenen voetbal weet ik het niet. Nee, het was echt super mooi. En ook de kwaliteit van een paar doelpunten. Ik vind dat we een paar keer heel erg... heel hard druk op de bal legt en daardoor komt een doelpunt. En dat is iets wat we heel graag willen. En dat hebben we vanavond fantastisch laten zien. Iedereen en 90 minuten lang eigenlijk. Jij was een aantal keren zelf heel dicht bij een doelpunt. Het wil op dit moment niet lukken, maar het kan niet lang meer duren of jij gaat ook weer scoren. Nee, sowieso niet. Dat denk ik ook niet. Nee, ik was meer dan één keer dichtbij vandaag. Helaas niet gelukt. Wij hebben 6 keer gescoord. Volgens mij heb ik ook 1 assist gegeven. Dus ik kan er wel tevreden mee zijn. En wij als team, en dat is op dit moment verder weg het belangrijkste. Wij als team kunnen zo erg tevreden zijn met wat we vandaag hebben gedaan. En even over de doelpunten, dan denk ik dat het maar een kwestie van tijd is. Precies, en 6-0, dat is een uitslag die staat. Mooie generale repetitie voor aanstaande dinsdag thuis hier tegen AC Milan. Ja, dat klopt. En als we nu niet klaar voor zijn, dan worden we het nooit. Wij moeten precies hetzelfde gaan doen. We weten dat we het op een nog hoger niveau moeten doen. Maar dat kunnen we ook als we daarin geloven. Dus ik heb er echt veel zin in.